prijs er niet door verbeterd. Dat de hoeveelheid melk echt stabiel te hoog blijft in verband met de vraag op de markt. En we zijn weer terug bij af. We zijn weer terug bij het begin van de jaren 80. Slechte, kapitaalverslindende maatregelen die de markt moet regelen. Het klakkeloos aanleveren van overbodige suikerproducten die tot boterbergen en melkmeer zullen leiden. En bedankt aan mevrouw Fischer-Boel en de landbouwministers van Europa. Beleefd de Europese melkveehouder de zwaarste en de diepste crisis die we ooit hebben meegemaakt. De kostprijs van de melk. We hadden het er al even over. Nou, er is natuurlijk een heel staartje van gemaakt. Een opbouw, de cijfers van 2005 en 2006 zijn definitief, van 2007 zijn ze voorlopig. Het geeft ook ongeveer aan wat wij te doen met dat er geen kostprijsmonitoring is. Van 2007 zijn de cijfers nu nog definitief, dus we weten nu even wat de kostprijs is van 2008 en 2009, daar praten we nu aan. Nou, dan zien wij een aantal dingen. Wat opvalt, dat is de vergoeding voor arbeid en de kosten zoals ze zijn opgebouwd. Dan kom je aan een totaal aan kosten per 100 kilo melk van 54,7 cent. Gaan we nu naar de opbrengsten toe. De opbrengsten per 100 kilo melk zijn aan melkgeld in 2007 37,48 cent geweest per kilo. Daar zijn er nog wat overige opbrengsten, wat EU-betalingen en dan komen we aan het eind van de streep op 51,98 cent. Nou viel deze categorie overige opbrengsten ons erg op. Hoe kan overige opbrengsten gaan van 5,17 naar 10,33? Waaruit is dat te verklaren? Hebben we nagevraagd bij het Landbouw Economisch Instituut en wat blijkt? Dat zijn de koeien die op de balans staan. In 2007 was het veel duurder, kwamen de koeien duurder op de balans. Wat men vervolgens opvoert als inkomen. Nou, is heel erg leuk, alleen daar betaal je geen rekeningen van. Het is dus een geflatteerd beeld van de melkprijs zoals wij die hebben. Een geflatteerd beeld, omdat als je je productieeenheden verkoopt, ja, dan ben je geen melkveehouder meer en je produceert in ieder geval geen melk meer. Wanneer we dan kijken naar de resultaten per 100 kilo melk, dan zien we dat de kosten en opbrengsten, wanneer ze onder elkaar worden gezet, een negatief netto bedrijfsresultaat opleveren, negatief rentabiliteit en, als ik het eerlijk mag zeggen, een schandalig lage arbeidsopbrengst voor de boer. Want wie gaat er bruto nog voor 11,48 aan de slag? Alle bedragen zijn bruto. Komen we uit op de kostprijs van melk van 42,38, blijft over een tekort van 22 cent. De crisis die we nu beleven en de diepte van de melkprijs is eigenlijk helemaal niet zo onverwacht. Want waar is men in de Europese Unie van uitgegaan? Van 25 cent. Nou, hoe kom ik aan die 25 cent? Voorafgaand aan het besluit tot uitbreiding van de quota is er een analyse gemaakt door het Frans Bureau in opdracht van de Europese Commissie. Uit die analyse bleek al dat uitbreiding met 2% zou leiden tot een gigantische melkprijsdaling. De juiste stap dus om de melkprijs onder peil te brengen. En de meeste mensen zullen misschien nog wel eens op internet hebben gezien een filmpje van het symposium van de EMB in Brussel op 13 februari 2008, waar Lars Holgaard, de rechterhand van de eurocommissaris, zegt: wie niet voor 25 cent kan melken, moet ruimte maken voor die boeren die dat wel kunnen. Geen verrassing dus, deze melkprijs, wat misschien wel een verrassing is geweest, dat boeren hier absoluut niet melken. Maar als men goed had gekeken naar alle kostprijsscenario's zoals ze zijn gepresenteerd door onder andere het Leid, maar ook door andere accountantskantoren, had men kunnen weten dat dit het resultaat was. Wat de liberalisatie op kan leveren, dat is nog maar de vraag. Voor de melkveehouders is stabiliteit en onrust, maar zal er dan ook nog een groep zijn die profijt heeft van de melkveehouders? Nou, ook daar hebben we al aan gerefereerd. Dit is de grafiek die wij van onze Canadese collega's in de Milkboard ter beschikking hebben gekregen. En daar zien we dat de eerste en de tweede, dat zijn de gereguleerde markten. De derde en de vierde zijn de vrije markten. En dan zien we dat de consumenten het meeste betalen voor suikerproducten in de vrije markten van Amerika en Argentinië.
en dat de boer daar het allerminste van die consumenten dollar krijgt. In de gereguleerde markt is het beter, waarbij ik moet zeggen dat de Canadese boeren het beste voor elkaar hebben. Zij leveren hun consumenten een voedselpakket dat goedkoop is. Zij ontvangen geen subsidies en ze krijgen toch een goed aandeel van die consumentendollar. Bovendien is het zo dat de retail het meeste rendement heeft in Canada in die markt. We hoeven niet alleen te kijken naar grafieken van lang geleden. Dit is een grafiek die is opgesteld door de Nederlandse Melkveehoudersvakbond en dan maar een paar weken geleden is openbaar gemaakt. Ook daar zien we een prijsontwikkeling van melkproducten, waarbij de lijn die heel sterk naar beneden gaat in het geel, dat is Campina. De blauwe, die ook met een piek daarna sterker met Friesland voert. De groene, de onderste, is DOC. De andere zijn voedingsmiddelen, consumentenmelk en kaas. En dan zien we dat, hoewel de voedingsmiddelen in de winkel gewoon een pijl blijven, ons melkprijs gigantisch onderuit is gegaan. En dat die extra marge ergens blijft hangen, maar in ieder geval niet bij u, want u zat in die onderste lijn. En dat is de realiteit.